Taranat. Hallo. Jij bent bewoner van Geopstreef. Dat klopt. Ja. En ik heb een vraag voor jou. Ik heb hier een viltje. Jawel. Ja. En op het viltje is ruimte voor jouw eerste gedachte als je denkt aan verbinding. Hier is een pen. Zou je dat misschien... Verbinding. Eerst verbinding, inderdaad. Wat voor lampje gaat er branden als je denkt aan verbinding? Samen. Samen. Kan je die even laten zien? Samen. Nou kan ik heel veel onder samen verstaan. Wat is samen voor jou? Samen is dat we met z'n allen samen in deze maatschappij staan. Samen in deze wereld staan. Samen verbonden zijn met elkaar. En ook al denken we heel vaak dat we langs elkaar heen leven. Ergens onderbewust staan we toch samen. Continu met elkaar in verbinding. En om die verbinding duidelijk te maken, moet je ook realiseren dat je samen bent. Zijn er ook veel mensen die niet het gevoel hebben dat ze samen zijn? Ik denk dat er veel eenzaamheid is. Bewust eenzaamheid. Maar dat er onbewust dat we eigenlijk heel veel samen zijn. Het zou mooi zijn als dat gewoon wat duidelijker werd. Dat we toch allemaal samen zijn misschien. Ja, nou ja, ik denk dat de mensheid daar gewoon continu een hulpje bij nodig heeft. Ja. Ja. En als je kijkt naar samen of verbinding in de wijk? Hoe... Verbinding in de wijk is gewoon mensen in gesprek laten gaan met elkaar. We leven in een tijd waarin mensen heel erg vluchtig langs elkaar heen leven. Terwijl we niet realiseren dat we naast elkaar lopen op de stoep. We kijken naar beneden in plaats van recht vooruit of in plaats van om ons heen. En samen is dat. De verbindingen in de wijk spreken elkaar aan. Deel met elkaar dingen die je aan het doen bent. Als je samen in deze wijk staat, dan zul je ook zien dat je niet alleen hoeft te zijn. Want je bent niet alleen. Maar je zult het samen moeten doen. Nice. Nou, dank je vriendelijk.